is world's most awarded single malt Scotch whisky. En single malt, dat betekent eigenlijk dat het van één enkele distillery komt. Dus dat je dat karakter van die distillerij kan proeven. En daarnaast dat het gemaakt is van gemouten gerst. Dat is heel uniek namelijk. Want dat betekent dat je in deze whisky een kenmerkend karakter terugproeft. Ja, we hebben heel veel verschillende soorten single malt Scotch whisky. En dat betekent dat iedere distillery zijn eigen karakter heeft. Als je deze whisky gaat inschenken, nou, dat is een feestje. Tonen van fris fruit. Misschien wel een overrijp zomerpeertje. Ook iets van hout wat erin komt. En het ruikt zeer aantrekkelijk. Je kunt een drupje water toevoegen. Eventueel een blokje ijs. Zou ik niet doen. Of misschien wel bij deze whisky een heel klein beetje opwarmen. Door het opwarmen komen er wat zwaardere aroma's vrij. En ga je wat zoetere tonen ruiken. Honing, vanille. Een heel verleidelijk glaasje whisky. Wat uitnodigt om een slokje van te nemen. Klein drupje op de tong. Een tinteling, een beetje een pepertje. In mijn geval misschien een beetje gember. Dus die zakt naar beneden, blijft onder de tong liggen en het ontploft daar eigenlijk. Een hele verfijnde smaak die erin zit, die heel erg lekker lang blijft hangen. En dat is kenmerkend voor een single malt Scotch whisky. De diepgang die in de whisky zit. En wil je daar meer details over weten, ga dan naar de directorie. Vraag de medewerker daar om je te adviseren. Er zijn heel veel verschillende single malts. En ja, er is er altijd wel eentje die in jouw smaakpatroon past. Slantje.